Goedemiddag iedereen. Welkom op dit webinar rond de force majeure maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis, de force majeure maatregelen in de Erasmus Plus projecten. Mijn naam is Wim Kloots. Op de achtergrond werken aan dit webinar ook mee Frederik van Kronbrugge, die de technische ondersteuning verzorgt. En Melissa Beekaert, die zal straks de vragen tijdens de chatmomenten bundelen en dan gaan we die samen proberen te beantwoorden. Ja, dit webinar, gezien de situatie en ook omdat de reglementering nu op dit moment gestabiliseerd lijkt, die reglementering heeft de evolutie van de crisis een beetje gevolgd. We zijn vertrokken met of begonnen met een paar gevallen die nog geval per geval aan ons voorgelegd moesten worden en bewezen moesten worden en ingediend op basis van reële kosten onder de exceptional costs. We zijn op een bepaald moment heel snel geëvolueerd, net als de coronacrisis, naar de huidige situatie waarbij we zeggen rapportering van die gevallen niet meer apart, maar alles op de normale rapporteringsmomenten die al voorzien waren. En qua kosten inbrengen ook zoveel mogelijk op basis van de unit costs, de forfaits, maar waarbij er eigenlijk heel veel keuzemogelijkheid ook voorzien is voor de instellingen. Die keuzevrijheid, dat ga ik nu al zeggen, die hebben jullie gekregen uitdrukkelijk vanuit de Europese Commissie. Gelukkig zou ik zeggen, zodat iedereen naar gelang de eigen situatie de beste optie kan kiezen. Maar wij gaan daarom ook niet jullie sturen in deze of gene richting. Behalve waar er geen optie is. En uiteraard wil ik ook wel een aantal voorbeelden geven straks. Je zal zien dat de slides die ik nu gebruik, dat die vrij vol staan. Dat is bewust gekozen. Dan kan je die slides achteraf nog gebruiken als een soort referentiedocument als je dat wil. En vandaar ook dat in functie van de leesbaarheid van de slides, dat de videoprojectie zo dadelijk gaat wegvallen. Dat zorgt ervoor dat de slides dan groter geprojecteerd worden. Frederik, je mag die videoprojectie op zich stopzetten nu. Goed, ik ga ervan uit dat dat ondertussen gebeurd is. De bedoeling van dit webinar is eigenlijk de verschillende force majeure gevallen toelichten. Dus welke zijn die gevallen en hoe rapporteer je correct in Mobility Tool? Daarnaast zijn er ook een pak vragen die jullie eigenlijk voorafgaand aan dit webinar aan ons gesteld hebben, die we nu ook gaan proberen meegeven. We hebben ze gebundeld rond bepaalde thema's. Het vereiste bewijs of vereiste bewijzen, hoe documenteren, specifiek dan even ingaan op het deelnamebewijs of het alternatief ervoor, hoe het zit met het deelnemersrapport, een aantal vragen rond budget, vragen rond onzekerheid over terugbetaling, wat moeten we dan doen en vragen rond eindverslaggeving. Ik ga heel regelmatig even stoppen om echt een moment in te bouwen voor vragen. Die vragen, dat is de bedoeling dat je die stelt via de chat. Tussendoor kan je ook gewoon vragen stellen, maar we publiceren die niet, of toch niet onmiddellijk, dus pas, we publiceren pas tijdens die fase, om jullie niet via twee kanalen tegelijk met info te gaan bestoken. Heb je vragen via de chat, stel die dan zo kort mogelijk, maar uiteraard duidelijk, en gekoppeld aan het net toegelichte gedeelte. We gaan proberen om die vragen dan zo goed mogelijk te bundelen en te beantwoorden. Het zal waarschijnlijk niet lukken om alles te beantwoorden, maar wat dat niet kan, je zal zien via de chat, zo worden ze trouwens geregistreerd, gaan we die vragen en antwoorden publiceren via de website. Op zijn minst trouwens, het kan ook zijn dat we alles nog eens mailen ook. Heb je heel lange of complexe of heel dossierspecifieke vragen, dan zou ik sowieso vragen van je dossierbeheerder daarover te contacteren. Dat gaat sowieso makkelijker zijn.
Misschien om nog rekening mee te houden, wij hebben ondervonden dat er tijd zit tussen wat ik nu inspreek en wat jullie horen, hè, dus het, tussen het zenden en ontvangen, 10, 20 seconden soms. En er zit ook verschil tussen het verzenden van je vraag en het verschijnen ervan, want die moet eerst gepubliceerd worden. Goed, omdat we het eigenlijk willen weten, hè, deze vragen, maar ook eens om de chat te testen, zowel voor jullie als voor ons, had ik graag jullie deze vraag gesteld, voorgelegd, en dat je het antwoord A, B, C of D even in de chat zet. Dus gewoon heel kort, A, B, C of D. Het antwoord, als antwoord op de vraag in welke mate is jouw project getroffen door de coronacrisis, niet of bijna niet, een minderheid van de activiteiten, een meerderheid van de activiteiten, of D, alle of bijna alle activiteiten zijn getroffen. We hebben nu twee sessies achter de rug. De eerste was heel gespreid voor de projecten KA1 in schoolonderwijs en volwasseneneducatie. Degene die we daar straks hadden voor het beroepsonderwijs en opleiding kozen jammer genoeg de meesten helaas voor C en D. Dus ik ben wel benieuwd. Eerlijk gezegd vermoeden we dat het ook bij jullie vooral C en D zal zijn. Jammer genoeg. Maar zo ligt nu eenmaal de situatie. Dus ik ben benieuwd of dat we dit juist ingeschat hebben. Dus jullie antwoorden A, B, C of D komen nu volop binnen. Of zijn binnengekomen bij Melissa en die zal daarover even terugkoppelen. Ja, klopt Wim. De antwoorden komen geleidelijk aan binnen. En inderdaad, de meeste bevinden zich in situatie C of D, maar ook een aantal in B. Dus we hebben eigenlijk opnieuw een gevarieerd publiek. Oké, dan hebben jullie ook eens gezien hoe dit straks werkt bij de Q&A. En dan ga ik eigenlijk naar de bespreking van de eigenlijke force majeure maatregelen. Eerst en vooral, dus wat is de bedoeling van die force majeure maatregelen? Dat is zorgen dat je kosten die je hebt als gevolg van overmacht door de coronacrisis, zoveel mogelijk te laten dekken door het projectbudget. En vandaar is er heel veel flexibiliteit ingebouwd. Die regels die nu op de website staan en op de website van de commissie en zo, die gelden met terugwerkende kracht vanaf 30 januari. Dus de projecten waar oorspronkelijk, of de gevallen waar oorspronkelijk nog vol gold, dienen ze in geval per geval en met bewijsstukken en enkel reële kosten en exceptional costs. Dat is weg, hè. Ook voor die gevallen gelden de huidige regels. Dus dat je qua rapportering, dat je niet in elk geval moet voorleggen, maar gewoon rapporteert op de voorziene momenten, namelijk het eindrapport en wellicht ook een tussentijds rapport. En dat je zoveel mogelijk werkt op basis van forfaits, maar dat ook de keuze open blijft voor jullie om, waar het nuttig is of beter is, om op basis van reële kosten te werken. Het contractueel toegekende budget, dat wordt niet verhoogd. Dus je moet de zaak oplossen binnen het budget totaal dat je gekregen hebt. Je rapporteert nog altijd in Mobility Tool en als je force majeure hanteert omwille van coronacrisis, dan ga je in je uitlegvak altijd corona of COVID vermelden. Coronacrisis volstaat ook. Hij herkent dan het woord corona of COVID, hij het systeem en dan gaat hij daar rekening mee houden. Daarnaast, of los daarvan, blijven de basisregels wel gelden. Hè? Dus het principe is eigenlijk dat je activiteiten en deelnemers rapporteert waarvoor je in ruil een forfaitair bedrag ontvangt. Ja? Daarnaast bewijs je dus activiteiten en geen kosten. Dat is een normale situatie. Nu met corona bewijs je activiteiten en bewijs je dat er niet recupereerbare kosten waren en bijvoorbeeld dat er alternatieve virtuele activiteiten plaatsvonden. Je bewijst niet het bedrag van die kosten. Dat is eigenlijk niet relevant. Dus zoals bij de gewone situatie ontstaat er een verschil tussen het hanteren
of door het hanteren van het forfait enerzijds en het feit dat kosten lager liggen anderzijds, dan is dat zo. Dan is dat is in de gewone situatie ook zo en dat is nu eigenlijk niet anders. Goed, het eerste budgetgedeelte en waar ook een serieuze evolutie in geweest is, of een omslag, dat is het deel organizational support. Daar is heel belangrijk dat elke gerapporteerde mobiliteit ook het voorziene bedrag, het forfaitaire bedrag voor organizational support oplevert. Ja? Dus heel belangrijk, als je geannuleerde mobiliteiten hebt, ook degene zonder niet recupereerbare kosten, rapporteer die. Dus stel je hebt bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 40 mobiliteiten, daarvan zijn er 20 doorgegaan, 20 zijn geannuleerd. Je had van die 20 niks van, het had veel geluk, hè, niks van extra kosten. Ja, rapporteer die zeker, want anders ben je de organizational support voor die 20 mobiliteiten ook kwijt. Ja, en in dit geval, het voorbeeld dat ik geef, scheelt dat de helft, dus dat is toch wel, dat kan over veel geld gaan. Dan wellicht het grootste stuk, travel costs en individual support. Dat ga ik opsplitsen. En ik ga ze per geval eens bespreken. De mogelijke, ja, laten we zeggen, de categorieën waar al die gevallen invallen. Hè. Dat zijn de uitgestelde mobiliteiten die later alsnog uitgevoerd werden of worden. De geannuleerde. De stopgezette waarbij de deelnemer naar huis gekomen is, kort na de stopzetting. En het vierde geval, de stopzetting, maar waarbij de deelnemer eigenlijk nog een hele tijd ter plaatse is gebleven. Per situatie schets ik eventjes de regels. Ik geef aan hoe je dat invoert in Mobility Tool. Dan geef ik een voorbeeld en dan... laat ik eens zien hoe dat in Mobility Tool in zijn werk gaat. Ook al zijn jullie daar ongetwijfeld allemaal vrij vertrouwd mee, denk ik dat het ook niet slecht is om dat toch nog eens te zeggen. En met de tijd zal ik er wel wat sneller doorgaan, maar dan is het voor iedereen toch zeker duidelijk. En ook na elk type, of laten we zeggen, na elk mogelijk geval, na elk van die vier gevallen, voorzie ik een Q&A. Goed, het eerste geval, de mobiliteit wordt uitgesteld, maar wordt op een later moment uitgevoerd. Belangrijk is dat je dan dat één keer invoert in Mobility Tool. Je kan eigenlijk in de loop van de tijd, dus tot aan uw eindverslag, daar eigenlijk nog aan wijzigen. Stel dat het er nu naar uitziet dat een mobiliteit van persoon X, dat die afgelast is. Ja. Daar zijn extra kosten mee geweest, je voert die in, daar kom ik dan straks in het andere geval op. Maar dan blijkt toch, ja, uiteindelijk kan die dan toch gaan, je hebt die project kunnen verlengen, de perspectieven zijn wat veranderd, die persoon ziet dan nog zitten, oké, die gaat toch. Dan pas je eigenlijk gewoon aan wat je al ingevoerd had, namelijk naar deze situatie, het uitstel. Het kan ook omgekeerd, hè, dat het nu een uitstel is dat je dacht en dat het uiteindelijk afstel wordt, goed, dan wordt die uitgestelde mobiliteit een geannuleerde mobiliteit en komt die in het volgend geval terecht. Dat is belangrijk, dus niet is invoeren als uitstel en dan is invoeren als annulatie of omgekeerd. Het zijn geen twee gevallen, het blijft één geval. Goed, travel costs. Bij uitstel gaat die persoon toch effectief gaan uiteindelijk. En dan moet het forfait op basis van distance band toegekend worden voor de reiskosten. Dat is niet verplicht bij studentenmobiliteit in K103 uiteraard, want daar is dat forfait voor travelkost eigenlijk niet voorzien standaard. Dus daar is dat geen verplichting. Het kan zijn dat het uitstel op zich hogere kosten veroorzaakt heeft. Dus dat daarvoor een ticket gekocht is en dat dat niet gerecupereerd geweest is. Dan kan je die bijkomend indienen. Dus aanvaarden en indienen in Mobility Tool op basis van reële kosten. Individual support.
het forfait moet toegekend worden voor de effectieve duur van het verblijf, uiteraard, want nee, die persoon is er geweest uiteindelijk. Maar het kan zijn dat dat uitstel toch voor kosten zorgde die niet gerecupereerd konden worden. En dan kan je ervoor kiezen, hier is het een mag, hè, mag, je moet niet, kan je ervoor kiezen om dat ook in te brengen. Bijvoorbeeld reeds betaalde huur voor de oorspronkelijke mobiliteit. Eventjes terug voor rond die keuze. Hè. Dus dat is eigenlijk om, de commissie heeft dat ingevoerd, om waar deelnemers voor hun eigen kosten instonden, om te zorgen dat zij van bepaalde zaken zeker waren. Anderzijds aan jullie flexibiliteit geboden voor andere zaken, om ervoor te zorgen dat je u niet vastrijdt qua budget natuurlijk. Hè. Je moet natuurlijk zorgen, hè, als je kiest van we gaan de hogere kosten die ze hadden terugbetalen, dat je zoveel mogelijk gelijke behandeling toepast voor iedereen. Daar moet je wel op letten. Maar je hebt dus de keuze en die keuze kan perfect afhangen van ja, uw budgettaire situatie, hoe groot was uw budget, hoeveel gevallen ben je zo tegengekomen. Dat zal bepalen welke keuze daar voor u de beste is natuurlijk. Hè. Hoe ziet dat eruit in Mobility Tool? Dus in theorie, hè, even de regels. Mobiliteit en deelnemersgegevens registreren zoals gewoonlijk. Force majeure aanduiden, want dat gaat ervoor zorgen dat de normale business rules, zoals een verplichte minimumduur, dat die wegvallen. Je registreert de werkelijke verblijfsduur, in dit geval bij uitstel, dus de duur van het verblijf zoals het dan echt plaatsgevonden heeft. Het effectief doorgegane verblijf. Je verduidelijkt de situatie bij force majeure opmerkingen, het invoerveld dat verschijnt als je force majeure aanduidt. En dan ga je zien dat het budgetgedeelte travel of travel costs en individual support, dat daar de forfaits worden berekend, maar dat je ze ook zelf kan aanpassen. Dat is weer ook het gevolg van dat aanduiden van die force majeure. Een voorbeeld dat hopelijk een en ander verheldert. Sophie die zou vanaf maart 3 maanden naar Madrid gaan. Dat kon niet doorgaan, maar die activiteit is uitgesteld naar volgend jaar. Er waren echter kosten verbonden aan het uitstel. Kosten die niet gerecupereerd konden worden. Wat doen we in dit geval? Dan registreren we de werkelijke periode. Dat zal in 2021 zijn. Je verduidelijkt wat er gebeurd is. En we gaan nu even uit van het maximale scenario, dus dat jij probeert om al die kosten effectief terug te betalen. Pardon. Ga je manueel die niet recupereerbare kosten voor de vliegtuigtickets gaan invoeren. Denk eraan, bij K103, waarom? Omdat daar het forfait voor travel costs eigenlijk bij studentenmobiliteit niet bestaat. Maar dus omgekeerd, bij staf in 103 en bij alles in K107 ga je minstens het reisforfait voor de effectieve mobiliteit hier moeten invullen. Of dat je dan de ticketten er nog bij telt, de kost van die ticketten, de reële kost, dat is aan jou. Individual support, manueel. Het forfait voor de werkelijke periode, dat is trouwens het minimum, en dan eventueel de niet recupereerbare kosten voor het verblijf daar nog eens aan toevoegen. Daar ben je dan vrij. In de mobility tool omgeving ziet dat er als volgt uit, even heel snel de gewone situatie, die ken je, dus het scherm waar je op komt als je je project, als je mobiliteiten wil invoeren, de create-knop, de groene create-knop, of het potloodje bij de reeds ingevoerde om ze te wijzigen. Als je dan in zo'n scherm gaat, dan is dat zoiets waar dat je dus de verplichte velden ziet staan. Die zijn daar aangeduid, hè, value required. Dit is nu een voorbeeldje dat we al eens aangemaakt hebben, een fictief voorbeeld waar de gegevens in staan. En als je dan saved, dan kom je in de details terecht met, je ziet ze bovenaan, mobility, participant, from to, duration en budget. Je ziet hier ook al het veld force majeure en COVID. Dit is nu een gewoon geval, is het niet aangekruist. Dan voeren we gewoon alle gegevens in. Werktaal, vertrek, bestemming, noem maar op. Ook de periode.
En dan normaal gezien, stel dat je een te korte periode aangeeft, zal hij zeggen dat gaat niet. En hier wordt dan het forfait voor reis en verblijf berekend. Dus in K103 studentenmobiliteit wordt die reis niet berekend. Nu, de moment dat je hier force majeure aanduidt bij dat eerste scherm, dan ga je daar de uitleg doen. Hè. Het staat hierbij, corona uitleg. Vermeld daar zeker minstens één keer corona, COVID, op zich of als deel van een ander woord. En dan gaat het vakje COVID-19 affected aangekruist worden. En dan worden de business rules, opgeschort. In dit geval, in dit scherm, ga je dan de verblijfsduur aanduiden, startdatum, einddatum van het verblijf zoals het werkelijk heeft plaatsgevonden dan. En dan gaat hier ook de individual support en de travel cost gaat ook automatisch berekend worden. Maar doordat je force majeure hebt aangekruist, kan je dit dus gaan veranderen. Dus in het geval van Sophie gaan we dan de travel grant, gaan we die extra reiskosten die ze gehad heeft naar aanleiding van dat uitstel, gaan we hier invoeren. En voor de rest zet ik hier het bedrag dat ze krijgt bij individual support voor, voor het verblijf dat werkelijk heeft plaatsgevonden. En eventueel kan ik daar nog de meerkost bij optellen. Dat was het eerste geval. Dus ik ben benieuwd, zijn daar vragen over? Dat kan je nu via de chat indienen. Je kon dat ook daarnet al horen, want het staat volledig de hele tijd open. Maar we publiceren ze niet onmiddellijk. Ja, klopt. Misschien geef ik ook al even mee dat sommige vragen laat ik niet onmiddellijk aan bod komen, omdat die misschien later in de presentatie beter gepast zijn. Een vraag die niet specifiek over deze situatie gaat hebben, maar misschien wel handig is om eens expliciet aan te halen, is: gelden deze maatregelen ook voor Erasmus Belgica of Vlaamse projecten? Goh, ja, dat is een moeilijke. Natuurlijk niet in die mate van detail, hè, want het werkt allemaal qua regels wat anders. Maar de grote principes gelden daar ook. Ja, ja. Dus de annulatie, zijn daar kosten aan verbonden, dan kunnen die ingebracht worden. Maar goed, als je daar het detail van wil bespreken, dan contacteer je uw dossierbeheerder, dus zijn de Lotte of Ronnie. Want hoe het dan technisch in zijn werk gaat, dat is net ietsje anders. Maar de principes zijn eigenlijk dezelfde. Ik krijg hier ondertussen ook een vraag over staf binnen. Namelijk in het voorbeeld van student halen we volgend academiejaar aan. Als staf ook een reizen volgend academiejaar wil aanvangen, hangt het... Moeten we dan rekening houden met de geldigheid van het project en eventueel een projectverlenging aanvragen? Of moeten wij de stafmobiliteit eerder bekijken als geannuleerd en dan een later vertrek? Ja, nu, dat is een beetje een complexe vraag op het eerste zicht, maar het komt er denk ik vooral op neer dat je, ja, je gaat de keuze moeten maken. Hè. Dus als je, uiteraard moet je rekening houden met je projectcontract. Ja, als dat gaat over mobiliteit die... dat je eigenlijk wil uitstellen, maar dat misschien pas volgend jaar kan en je project eindigt nu in deze, dan ga je een keuze moeten maken. Ofwel verleng je het project en dan kan je het misschien als log laten doorgaan, dan is het een uitgestelde mobiliteit. Ofwel niet, hè, ga je die verlengen of kan je niet verlengen, daar komen we straks nog op, dat is op het einde van dit webinar, dat ik dat onderwerp specifiek aanhaal. Stel dat je gewoon niet kan verlengen, ja goed, dan ga je ook niet kunnen uitstellen en ga je moeten kiezen om het in te voeren als een annulatie natuurlijk. Hè. Maar die keuze is aan jou, maar het gebeurt niet allemaal automatisch. Een verlenging ga je echt wel moeten aanvragen. Maar dat stukje kom ik straks nog op terug. Mag je boven het initieel voorziene beursbedrag gaan of is dat altijd het maximale plafond? Ja, dat denk ik dat ik al gezegd had. Hè. Dus als je bedoelt met het beursbedrag je projectbudget, dan is dat echt wel het maximum. Hè. Ja, daar kan je niet over gaan. Je gaat dus oplossingen moeten zoeken binnen dat budget.
zijn er nog vragen rond dit eerste? Ja, er is nog één vraag in verband met het uitstellen naar volgend jaar. Dus een van onze staff members heeft enkele teaching mobilities moeten annuleren. Hij gaat die uitstellen naar volgend jaar, maar we hebben dat reeds opgenomen in ons volgend contract. Dus in dit geval moeten de mobiliteiten dan geannuleerd worden. Dat klopt, ja. Dan is het op dit contract een annulatie en dan is het op het volgend contract hopelijk een gewone mobiliteit zonder force majeure. Oké, okay, nog één vraagje. Wat met geannuleerde mobiliteiten en bijna geen kosten? Moet de volledige beurs dan uitbetaald worden? Ja, dat kan ik niet in detail. Dat is eigenlijk, dat volgt gewoon de uitleg zoals ik die hier geschetst heb. Ik ga even teruggaan. Heel vaak is het niet moeten, maar mogen. Heb je dus de keuze? Ja. En die keuze is aan jou als instelling. Hoe dat je dat aanpakt. Je zegt bijna geen kosten. In het geval van bijvoorbeeld, als er wat kosten waren rond de reis, bij 107 bijvoorbeeld, of bij stafmobiliteit in 103, dan ga je dat forfait moeten toekennen voor de reis. Dat is bij dat onderdeel, of dat is in dit geval, bij uitstel, het enige wat echt verplicht is, samen met het forfait voor de effectieve duur van het verblijf natuurlijk. Hè. Maar annulatie komen we straks op. Hè. Ja, dan denk ik dat we daar naar kunnen overgaan. Goed. Dat is inderdaad het volgende geval. Daar zijn er helaas heel veel gevallen van waarschijnlijk. Dit is dus radicaler. Hè? Er is geen uitstel. Er is echt annulatie. Ja? Hoe zit het daar? Wel, bij de travelkost, als er niet recupereerbare kosten waren, dan moet het forfait daar toegekend worden. Behalve bij studentenmobiliteit in K103, want daar bestaat het principe van travelkosten eigenlijk niet. Hè? Zijn er nog hogere kosten, dus was die ticketprijs sowieso al hoger dan het forfait, dat moest volledig betaald worden, dat kon niet gerecupereerd worden, dan kan je ervoor kiezen, hier is het mogen, om dit volledig dan terug te betalen op basis van reële kosten. Dus van het forfait dan niet te hanteren. Bij individual support, daar kan je bijvoorbeeld reeds betaalde huur, dan kan je dat terugbetalen op basis van reële kosten. Dat is daar normaal gezien de meest voor de hand liggende optie. Maar hier is het ook weer mogen. Dus bij annulatie, het enige wat daar echt verplicht is, dat is als er niet recupereerbare reiskosten waren, dan moet je het forfait toekennen. Ook als die lager waren, we hebben die vraag gekregen. Ook als die lager lagen. Dat is niet alleen zo omdat de commissie dat nu zo schreef, maar omdat dat het gewoon het principe is, sowieso als er forfaits worden gehanteerd, dat kan zijn dat de reële kost wat lager ligt. Ja, dat kan. Hoe zit dat in Mobility Tool? Eigenlijk net als het voorgaande, die stapjes herken je ondertussen al, denk ik. Hè. Registreer, duid force majeure aan, leg die force majeure ook uit. Maar belangrijk hier, want het is volledig geannuleerd, dus is er ook geen echte, ja, is er geen verblijfsperiode. Dan vul je de start- en einddatum dezelfde in, dus twee keer hetzelfde. Aangezien je force majeure aangeduid hebt, ga je opnieuw die travel grant en individual support kunnen bewerken. Voorbeeldje variant van daar straks, hè, maar dus hier is helemaal niet gegaan. Op dit contract dan, hè, vanuit de instelling gezien op het huidige contract. En ja, er waren ook wel kosten verbonden aan die annulatie. Registreer dan één dag. Neem nu dat ze ging vertrekken op 1 maart. Wel, de terugkeerdag is dan ook 1 maart. De toelichting wordt ingevuld. Waarom? Heel belangrijk, dan gaat ook het deelnemersrapport niet verzonden worden. Het systeem herkent dit, dat van die ene dag. En dan gaat
dat zo verwerkt worden. Afhankelijk van de keuzes die de instelling maakt, zou je er kunnen voor kiezen om te zeggen, goed, het gaat hier over een student in K103, dus bij de forfait travelkost, dat bestaat daar normaal niet, dus we gaan de niet recupereerbare reiskosten hier gewoon terugbetalen en ik voer die manueel in, dat gaat. Bij stafmobiliteit en K107 moet je daar het reisforfait invoeren. Als minimum, hè. Bij de individual support is het hier ook het meest logische om gewoon de reële kosten hier te gaan invoeren. Maar opnieuw, daar is ook de keuze of je het doet en hoe. Dus of dat je nu met forfaits werkt of op basis van reële kosten. De mobility tool omgeving is uiteraard dezelfde, maar alleen werkt het ietsje anders. Dus het begin is hetzelfde, force majeure aanduiden en uitleggen. Hier ga je dan, in tegenstelling tot wat hier in het voorbeeld staat, ga je begin- en einddatum dezelfde zetten. Normaal gezien, in normale omstandigheden, zou je dan zeggen, in het rood verschijnt dan, ja, dat gaat niet. De minimumperiode wordt niet gehaald. Hier kan je dat perfect doen omdat je force majeure hebt aangeduid. En dan ga je het bedrag voor individual support en ook voor travel grant kunnen invoeren. In normale situaties gaat het veldje voor travel grant, ga je dat voor studenten niet kunnen bewerken. Dat veldje is niet van toepassing. Maar dus nu wel omdat je force majeure hebt aangekruist. Goed, dat is het geval annulatie. Ja. Zijn daar vragen over? Ik heb er hier al enkele binnengekregen. Een eerste, wat doe je met de al ingevulde travel days voor staff? Zetten we die op nul? Ja, die komen op nul, want dat zijn de travel, dat zijn eigenlijk, dat is individual support voor tijdens de reisdagen in feite. En die zijn niet gebeurd. Dat klopt, hè? Dus dan ga ik even zelf terug. Ik denk dat dat het zuiverst is. Ook, ja, ik denk dat je ook vaak onze, die richtlijnen eens moet doornemen en echt stapsgewijs gaan toepassen. Ja, dus hier niet recupereerbare kosten mogen toegekend worden op basis van forfait bij voorkeur of reële kosten. Als je daar gezegd hebt, we gaan die sowieso op basis van het reisforfait toekennen. En we willen daar niet hoger gaan. Goed, het gaat hier over individual support. Die is gewoon niet ter plaatse geweest. Dan kan je die keuze maken. Ja. Het kan zijn dat de reële kosten hoger lagen. Maar goed, je bent niet verplicht om alles te aanvaarden. Dus je kan zeggen, we gaan hier 2 dagen invoeren. En het daarbij houden. Dat kan. Oké. Is hier nog een vraag? Mag je dan geen terugstorting vragen aan studenten? Stel dat de 70% reeds uitbetaald was, maar de reële kosten een stuk lager liggen. Ik ga op het eerste, mag je dan geen terugbetaling? Jawel, in bepaalde gevallen mag je wel degelijk een terugbetaling vragen. Dus als je zegt, we gaan er met ons budget niet komen, we gaan in bijvoorbeeld al die annulatiegevallen, we gaan enkel de reiskosten een stukje gaan in tegemoet komen, dat mag. Ja. Okay. Dus je hebt daar echt wel mogelijkheden, maar probeer het dan wel voor allemaal op dezelfde manier te doen. Ja, oké. Okay. Een volgende vraag, wat met studenten die niet konden vertrekken, maar zijn stagestudie wel online heeft aangevat en afgerond zoals voorzien? Welke data moeten we hier dan ingeven? Is dit eenzelfde begin- en einddatum of is het toch de werkelijke periode van de online mobiliteit? Ja, voor zover ik kan zien is dat een geval dat in... eigenlijk in geen enkele van de 4 ingepast wordt. Als de annulatie volledig is, die is niet vertrokken, maar wel online en dergelijke, dan geldt dit geval. En dan wordt eigenlijk met de periode van online werken geen rekening gehouden. Dan is die daar niet van toepassing. Dat van dat online werken, dat is van toepassing bij de volgende 2 gevallen.
Dus ik heb juist begrepen hopelijk dat dit was van die persoon is gewoon niet vertrokken, maar heeft alles online gedaan. Goed, dan is dat een geannuleerde mobiliteit en bestaat er mogelijkheid om kosten, dus eventueel niks van kosten in te brengen, hè, maar toch te registreren om beroep te kunnen doen op de organizational support, of te registreren met reële kosten voor die student om die te kunnen toekennen. Maar dan heb je hier ook verschillende mogelijkheden. Alleen bij het verblijf gaat het over niet recupereerbare kosten, gekoppeld aan ja, die oorspronkelijk gemaakt zijn om in het buitenland natuurlijk, hè. Niet kosten in België. Oké, ik heb hier dan nog twee keer een vraag gekregen in verband met de forfaits voor travel, dus misschien dat we dat nog eens kunnen herhalen. De stafmobiliteit werd geannuleerd. Wat voeren we dan net in? De distance band forfait? Of passen we het bedrag aan naar de werkelijke kost van de factuur, zolang het past binnen ons projectbudget? Het gaat over een reiskost bij staf, ja, en er zijn kosten gemaakt. Dan moet je het forfait hanteren als minimum. Waren er meer kosten dan dat forfait, dan mag je ook meer toekennen. Maar je bent niet verplicht. Maar het forfait is daar het minimum. Nogmaals, bij studenten in K103 niet. Waarom? Omdat daar normaal gezien dat forfait sowieso al niet van toepassing is. Dan nog iemand die even vraagt ter bevestiging. Een terugbetaling vragen van het voorschot mag dus, maar het moet niet. Dat is juist. Ja. Dus je bekijkt deze regels en je kijkt gewoon van in de situatie van die student. Wat had ik als minimum moeten geven? Ja. En uiteraard dat stukje moet hij of zij houden. De rest, daar beslis je over. Hoe ver ga je met aanvaarden van kosten en inbrengen van kosten en dergelijke? En daar heb je keuze. Stel, je gaat er een stuk van het verblijf toch aanvaarden. Goed, als die student dan nog meer had gekregen, al op voorhand, dan mag je dat stuk terugvragen. Oké. Ik zie hier nog enkele vragen binnenkomen over de deelnemersrapporten en onzekerheid over een terugbetaling. Ik ga misschien meegeven dat dat later nog komt in de presentatie. Ja, nog één vraagje dan in verband met Mobility Tool. Daar is ook een vakje Grant Not Required. Moeten ze dit dan ook aanduiden? Wacht even, ik probeer dat even te lokaliseren. Grant Not Required zie ik hier niet direct staan. Nu, ik neem aan dat het gaat over annulatie, waarbij er niks van kosten gaat, waar niks bij van kosten wordt gemaakt. Je hoeft dat niet per se aan te duiden. Nee. Je hebt force majeure aangeduid, dus de normale business rules zijn dan sowieso opzij gezet. Dan zijn alle vragen beantwoord momenteel, denk ik. Behalve degene die doorheen de later. Presentatie. Ja, later aan bod komen. Goed. Dan gaan we naar het derde geval. Wat ook toch in hoger onderwijs zeker een aantal keer voorgevallen is. Dus dat de mobiliteit eigenlijk stopgezet is. Dat de deelnemer vervroegd teruggekeerd is. Dus... tijdelijk of definitief, want het kan zijn dat die persoon, maar dat denk ik dat dat zelden gebeurt, terugkeert en dan na een bepaalde periode die mobiliteit terug oppikt. En dan werk je met interruption days, daar kom ik straks nog op. Goed, de persoon is dus vertrokken. Goed, dan heeft hij recht op de reisforfait. Ja, het forfait voor de travel costs. Opnieuw, niet verplicht bij studentenmobiliteit, want daar is dat standaard eigenlijk niet voorzien. Liggen de kosten hoger,
Heeft hij bijvoorbeeld een extra vliegticket moeten kopen, omdat ja, zijn oorspronkelijke ticket was voorzien voor de oorspronkelijke periode. Die is veel vroeger teruggekeerd, die heeft een extra ticket moeten kopen, dat was heel duur. Mag je dat inbrengen? Mag je dat betalen en inbrengen in Mobility Tool? Ja. Moet je dat? Nee. Dat bepaal je zelf. Individual support moet uiteraard toegekend worden voor de effectieve duur van het verblijf in het buitenland. Ja. De effectieve activiteit in het buitenland. Maar dan is die terug. En dan wordt soms, gevraagd wat met extra kosten, die veel hoger lagen, want ja, die zijn huur van zijn kot of zo, moest betaald worden. Wat doen we daarmee? Of die is teruggekeerd naar huis, maar die heeft bijvoorbeeld zijn stage via telewerk volledig gedaan. Hoe zit het dan? Dan zit je bij die mogelijkheid van het tweede. Hè? Dat is een mogelijkheid, opnieuw niet verplicht. Namelijk de forfaits voor de voorziene verblijfsduur, die mogen toegekend worden. Forfaits of reële kosten. Als die alternatieve activiteiten inderdaad hebben plaatsgevonden, of als er niet recupereerbare kosten waren. Dus zodra een van die twee voorwaarden vervuld zijn, dan mag je extra verblijfskosten eigenlijk gaan inbrengen bovenop die voor de effectieve verblijfsduur. Hoe zet je dat in een mobility tool? Wel, hier is dan het verschil met het vorige, dat je hier de werkelijke duur van het verblijf gaat registreren. Registreren van het verblijf in het buitenland. Niet de activiteiten in België, nee, die spelen even niet mee. Voor de rest is dat allemaal hetzelfde. En je kan, als dat gaat echt over een onderbreking, normaal gezien kan dat ook al. We hebben soms de vraag, of ik weet niet of dat jullie dat vaak tegenkomen, maar in de vetsector regelmatig, waarbij een stage verricht wordt, waarbij de persoon terugkeert naar België met de kerstperiode, nadien terugkeert en zijn stage verder zet. Wel, de periode dat die persoon in België was en dus geen beurs mocht krijgen, worden interruption days gebruikt. Dat kan je hier ook doen voor die tijdelijke stopzettingsperiode. Een voorbeeld, normaal 3 maanden stage in Madrid, maar na 2 dagen werd de fysieke activiteit stopgezet en keerde Sophie naar huis terug. De rest van de voorziene periode deed ze thuis telewerk, maar ook nog een pak andere kosten. Hoe pak je dat aan? Registreer de werkelijke periode, in dit geval 2 dagen. Ja, je licht toe wat er precies gebeurd is. En dan heb je weer een aantal keuzes. Nu, in dit geval een vrij logische lijkt te zijn dat je qua travel costs de niet recupereerbare kosten voor de reis manueel invoert. Ja, want het gaat over een student, waar normaal de travel costs toch niet voorzien zijn, maar ze had wel serieuze kosten, dus je wil die terugbetalen. Oké, dan mag je dat doen. Ging het nu bijvoorbeeld over staf of spreken we over een K107 project? Ja, dan moet je sowieso die reisforfait invoeren. Dat is het minimum. Bij de individual support hanteer je als minimum het forfait voor de werkelijke periode, die 2 dagen. Wat je daaraan kan toevoegen, is het forfait voor die 2 dagen dat er was, plus de reële kosten. Die bijvoorbeeld, haar kot moest verder gehuurd worden en ze heeft daar maar een deel van kunnen recupereren. Dan kan je die hier ook gaan bijtellen. Dat is voor mij de meest voor de hand liggende of de meest logische oplossing. Maar je kan er ook voor kiezen als die persoon effectief 3 maanden in totaal gewerkt heeft. Hè, dus die 2 dagen in Madrid en dan heel de rest telewerk. Dan zou je ook het simpel kunnen houden en zeggen, kijk, we gaan gewoon het forfait voor die 3 maanden geven. En daarmee zal ze dan wel al die kosten kunnen dekken en zo niet. Ja, kijk, meer kunnen we er ook niet aan insteken. Zie je, dus je hebt hier echt wel verschillende mogelijkheden. Die trouwens allemaal goed zijn. Je zit vast aan een zeker minimum, maar daarboven heb je heel veel mogelijkheden.
De mobility tool omgeving, ja, uiteraard, ondertussen ken je ze al wel dezelfde, maar het is dan belangrijk om te weten dat je hier, dus de individual support en de travel grant wordt berekend normaal gezien. En normaal gezien is dat ook het minimum, want dat is het minimum voor de dagen dat ze er waren. En als dat budget er was voor de travel costs, dan is dat ook het minimum. Maar daar kan je dus opnieuw kan je daar bewerken. Goed, zijn daar vragen? Dus stopzetting en de deelnemer keert eigenlijk onmiddellijk naar die stopzetting terug. Want het geval dat hij blijft, dat hebben we straks. Ik hoor eventjes niks, dus ik hoop dat er op dit moment geen technisch probleem voordoet. Oké, ik verneem dat er een technisch probleem is. Een internetverbinding die even weg is bij een collega. Dus ik stel voor, ik ga dan gewoon het volgende stuk nemen. En dan gaan we proberen de vragen van het vorige en dit dan te combineren. Goed, mobiliteit stopgezet, maar de deelnemer bleef ter plaatse. Wat doen we dan? Ook weer een klein verschil natuurlijk. De persoon was er, dus waar travel cost verplicht was, ga je dat forfait ook moeten toekennen. Opnieuw niet bij studentenmobiliteit in K103, maar je kan uiteraard dat doen. Je kan reële kosten terugbetalen en je kan ook hoger gaan dan dat forfait als je dat wenst. Dat is dus hetzelfde eigenlijk als het vorige. De individual support is wat anders natuurlijk. Je hangt uiteraard vast aan het forfait voor de effectieve duur van de activiteit daar in het buitenland. Na de stopzetting, ja, dan ga je het forfait voor de voorziene verblijfsduur ook moeten betalen, ondanks die stopzetting, als aan online alternatieve activiteiten werd deelgenomen, of als die persoon gewoon verplicht ter plaatse moest blijven. Hij kon, of zij kon niet anders, die kon niet terug. Er was een totale lockdown of het land verlaten mocht niet meer, dat soort zaken. Is die persoon in één van beide gevallen, of in allebei de gevallen, dan ga je ook het forfait voor de voorziene verblijfsduur moeten toekennen. Het derde punt, dat is weer dat is weer optioneel, dat mag. Dat is het forfait voor het bijkomend verblijf. Dus nog langer dan voorzien. Het forfait voor dat stuk van het verblijf, dat mag je toekennen. Maar dat ben je niet verplicht. Hoe zet je dat in Mobility Tool? Wel, het enige grote verschil, dat is de verblijfs of de duur van het verblijf. Daar zet je
qua start- en einddatum, of daar hou je bij start- en einddatum rekening met de werkelijke duur van de volledige activiteit. Dus live en virtueel samengeteld in het buitenland. Dus live plus virtueel in het buitenland. Dat is de duur die je daar invult. De forfaits worden daarvoor berekend en je kan opnieuw het bedragen zelf aanpassen. Misschien een voorbeeld dat dat wat duidelijker maakt. Hè? Dus heel vergelijkbaar met dat vorige, behalve met dat verschil. Sophie kwam niet terug, maar is gebleven. En deed de rest van de voorziene periode, dus die 3 maand, telewerk. Maar dan probleem. Ze geraakte na die 3 maand nog niet thuis. Zij moest nog eens 10 dagen langer blijven en een extra vliegtuigticket kopen. Hoe ziet het er dan uit? Dan is de volledige periode geregistreerd van die 3 maanden, live plus virtueel. Je verduidelijkt de situatie. En goed, je kiest er dan voor, bijvoorbeeld, om de kosten voor dat extra vliegtuigticket, want ja, het oorspronkelijke kon niet gebruikt worden, het kon ook niet verlengd worden, ze heeft een nieuw ticket moeten kopen. Goed, je kiest ervoor om dat ticket terug te betalen. Dat voer je in als op basis van reële kosten, dus manueel. En als individual support voorzie je het forfait voor de voorziene periode, maar je kan daar de 10 dagen extra ook aan toevoegen. Wat is het minimum voor die student hier? Dat is eigenlijk het forfait voor de voorziene periode. Nee, want reiskost is normaal gezien niet voorzien. En het forfait voor de voorziene periode. Goed, zij heeft de volledige periode telewerk gedaan, dus zij heeft recht op dat budget. Gaat het over stafmobiliteit of spreken we over K107, dan gaat het reisforfait, ga je daar ook aan vasthangen, dat is daar het minimum. In mobility tools ziet dat er zo eigenlijk weer exact hetzelfde uit, met dat verschil dat je hier dus de qua timing de data voor de volledige periode virtueel, dus live plus virtueel in het buitenland ingeeft en dan hier opnieuw de bedragen aanpast. Goed, dan hoop ik dat ondertussen de verbindingen en zo hersteld zijn, want dan zitten we bij de Q&A voor dit onderdeeltje. Ja, klopt, ik ben terug, mijn excuses. Ga ik eerst terug naar de vragen van het vorige luik of wacht ik op de vragen? Als je nu al vragen hebt, dan stel ik voor, leg ze maar voor. Ik ga eventjes in de presentatie terug dan en dan hebben we het daarover. Doe maar. Ik zie dat er een aantal vragen zijn binnengekomen in verband met bewijslast en verklaring op eer. Nu, dat komt later nog terug. Ik heb hier ondertussen nog een vraag gezien. De kosten om bagage op te sturen of achtergebleven spullen te gaan ophalen. Kan dit ook gezien worden als een extra transportkost? Ja, in andere omstandigheden. Als je met een forfait zou kunnen werken, zou dat de zaak oplossen natuurlijk. Voor het overige moet ik die vraag even in het midden laten. Uiteindelijk blijven de rubrieken dezelfde. Dus nee, dit ga ik even openlaten. Dan moeten we even later moeten we intern bekijken en later terugkoppelen. Ja. Dan zie ik hier nog een vraag verschijnen. In het voorbeeld wordt bij de reden voor force majeure een verklaring gegeven voor het waarom van hogere kosten. Moet dit steeds zo uitgebreid opgenomen worden voor elk individueel dossier? Moet dat zo uitgebreid? Nee, maar het moet wel duidelijk zijn. Ja, dus het moet duidelijk zijn aan wat je invoert, in welk geval die persoon valt. Okay? Dus dat het gaat over een uitstel, een annulatie, een vervroegde stopzet, dat moet duidelijk zijn. Dat moet je ook letterlijk zo vermelden. Want wat je dan mag invoeren, hangt daarmee samen met die keuze. Dus dat ga je duidelijk moeten noteren. Wil je dat in telegramstijl doen en in streepjes, bijvoorbeeld vervroegde stopzetting,
vervroegd naar huis, kosten. Goed, dat is al duidelijk genoeg. Het hoeft inderdaad niet zo uitgebreid, maar het moet wel duidelijk genoeg zijn om te kunnen checken dat wat ingevoerd is, daarmee overeenkomt, dat dat correct is. Het is niet de bedoeling dat we dan nadien gaan moeten pingpongen tussen jullie en ons om dat duidelijk te krijgen. Ik heb hier nog, ik vermoed dat het eerder een vraag om bevestiging is. Als er verdere kosten, als er geen verdere kosten waren na de terugkeer en het ook niet online is verder gezet, mag je dan ook de initieel voorziene beurs uitbetalen? Mogen we het zelf bepalen? Dus de persoon is teruggekeerd. Ik denk dat het over dit geval gaat nog. Hè. Dus vrij kort na de start ervan. Hè. En geen telewerk. Hè. Dat klopt? Ja. Oké. Dan ga ik gewoon naar de regels. Er waren geen kosten verbonden. En de vraag is, mogen we dan de beurs uitbetalen? Ja, mogen we initieel voorziene beurs uitbetalen? Ja. Als je dit goed leest, dan zie je heel duidelijk dat dat niet mag. Het forfait wordt toegekend voor de effectieve duur van de activiteit in het buitenland. Ik had begrepen, er waren geen online activiteiten. Ja. Er zijn ook geen kosten geweest. Ja. Dan kan ook niet het volledige forfait hier gehanteerd worden. En dan zal die beurs wellicht moeten, dan zal die beurs ook moeten teruggevraagd worden, of een stuk ervan tenminste. Oké, dan. Even dit. Nee, maar ik ga dat straks zeggen. Doe maar, sorry. Dan kan ik qua vragen, denk ik, overschakelen naar het vierde geval. Mm-hmm. Daar wordt onder andere gevraagd: begrijp ik het goed dat wij situatie 4, in geval van stagemobiliteit, in K103, de extra vliegtickets van Sophie in het voorbeeld vergoed mogen worden onder travel cost? Dat klopt, ja. Dus het forfait is niet voorzien, maar je kan het, omdat je force majeure hebt aangeduid, kan je dat veld wel bewerken. En je kan daar de reële kost gaan invoeren. Oké. Nog een eerder algemene vraag zie ik er ook binnenkomen. Niet recupereerbare kosten. Kan dit zowel transport als accommodatie gelinkt zijn? Of mag dit ook alleen transport gelinkt zijn? Het kan perfect zijn dat je van reiskost, dat je alleen bij reiskost niet recupereerbare kosten hebt en niet bij verblijf of omgekeerd. Dat kan. Oké. Wacht hoor. Er is dan nog zo een eerder specifieke vraag op mobility tool gericht. Ik zal ze even voorlezen. Als een K103-student is teruggekeerd, dan heeft hij recht op de vergoeding, dus de forfait, voor de werkelijke periode. Als de student daarnaast nog niet recupereerbare kosten heeft, voor de huur en transport bijvoorbeeld, dan moeten we die zowel in travel cost invullen als in individual support. Of vervalt de forfait voor travel cost dan, aangezien deze ook in individual support vervat zit? Dat is een heel lange vraag natuurlijk, hè? Maar ik hoor daar vooral moet. En nee, dat moet je niet. Hè? Je hebt keuzes. En je kan inderdaad zeggen, kijk, die travelkost, en dat is toch niet voorzien, en we gaan dat gewoon via individual support regelen. Die keuze heb je. Ja, het is enkel waar soms staat, dit moet je doen, daar hang je aan vast, dan heb je ook geen andere keuze. Voor de rest heb je keuzes. En die kan je gerust zelf maken. Oké. Ik kreeg hier ook nog de vraag dat er eventueel sprake kan zijn van een vijfde geval.
waarbij de mobiliteit dus onderbroken is, maar de deelnemer wel ter plaatse is gebleven, wat leidt tot een langer verblijf in het gastland. Wat dan met individual support? Volgens mij is dat gewoon dat vierde geval. Hè? Dus, want het aspect telewerk hoeft daar niet aan bod te komen. Hè? Ik heb gewoon het meest ingewikkelde of meest flagrante geval gehanteerd. Maar je ziet, volgens mij zit dat hier. Dus de persoon is daar. De activiteit wordt stopgezet en kan dan niet terug. Dus dan zit je, zoals hier staat, het voorbeeld dat ik gaf, voldeed die mobiliteit aan de twee voorwaarden samen. En telewerk en verplicht ter plaatse. Goed, één van beide volstaat. Hè. Dus de persoon is toegekomen, is vertrokken, is toegekomen, blijft daar een paar dagen. Alles werd stopgezet, maar hij kon niet, of zij kon niet terug. Dan zit je in dit geval. Als ik de vraag juist begrepen heb, hè. Ja, ik stel voor als de vraag verkeerd begrepen is, dat die nog eens duidelijker of anders wordt gesteld. In dat geval. Nog een laatste vraag, denk ik. Een student deed stage in het buitenland. De stage werd onderbroken. De student bleef ter plaatse, maar kreeg geen online alternatief via de stageplaats rechtstreeks, maar kreeg wel een online alternatief via een intern stagebureau van de hogeschool, die zo opdrachten uit het bedrijfsleven binnenkrijgt. Valt dit dan ook onder categorie 4, met de online activiteiten op afstand, of wordt de mobiliteit dan als geannuleerd beschouwd omdat het online alternatief via de thuisinstelling wordt aangeboden? Ja, dat is een moeilijke, maar eigenlijk zegt de commissie daar, probeer zo flexibel mogelijk te zijn. En eigenlijk ligt de bal ook daar terug in de kamp van de zendende organisatie. Van, zou je daar erkenning aan koppelen? Ja of nee? En dat is dan de kernvraag. Als je zegt, we erkennen dit, dan zeg je eigenlijk, goed, dan mag daar een beurs aan gekoppeld worden. Eigenlijk redeneer je zo. Oké, dan denk ik dat we momenteel verder kunnen naar de volgende onderdelen. Goed. Ja, dat is nog een flink pak, maar dat zijn meer de andere budgetlijnen. Maar we gaan die ook in stukjes opdelen. Eerst en vooral exceptional costs en special needs costs. Nu, daar normaal gezien exceptional costs zijn er strikt genomen niet. Hè. Daar is denk ik bij geen enkel project budget voor voorzien. En die mogen ook niet stijgen. Maar nu zijn er mogelijkheden gecreëerd vanuit de commissie om hier kosten in te brengen. Related to buying and or renting of equipment and or services necessary for the implementation of virtual and blended mobility activities. Dan moet dat over zaken gaan die je aankoopt, huurt, weet ik veel, voor de duur van het project als geheel. Ik zou sowieso vragen, je moet sowieso een amendement hebben om bij je contract om dit te mogen inbrengen. Hè, want normaal als je geen budget hebt, maximaal 10% stijgen, 0%, of 10% van 0 is nog altijd 0. Dus dat je dit sowieso via je dossierbeheerder vraagt, als dat aan de orde is. Hetzelfde bij special needs kost, dus het huidige systeem dat we hebben voor special needs, om mensen om een voorbereidend bezoek te doen, mogelijk te maken voor mensen met special needs, om te kijken of op die mobiliteit daar ter plekke kan. Dat systeem blijft bewaard, daar is ook niks aan veranderd. Maar je zou kunnen zeggen, we hebben hier deelnemers met special needs en we moeten ook voor hen een manier vinden om hen te betrekken bij virtuele activiteiten. De kosten die je daarvoor maakt, die kan je ook inbrengen. En daar geldt dan weer geen limiet, zoals in normale omstandigheden bij projecten. Want je kan altijd budget naar special needs verschuiven. Nu, ook daar zou ik zeggen, neem eens op voorhand contact op met uw dossierbeheerder om dat eens af te toetsen. Verlenging van contracten dan. Een contract mag verlengd worden met maximaal 12 maanden in totaal.
Dus we hebben al de vraag gekregen, ja, mag ik verlengen met 6 maanden en na verloop van tijd, als ik merk, ik kom er niet nog eens 6 maanden vragen. We zouden willen vragen, doe dat niet, vraag dan in 1 keer genoeg. Dat anders wordt het voor iedereen moeilijker. Maar stel dat je dat doet, de verschillende stukjes van verlengingen mogen niet langer zijn dan 12 maanden in totaal. Dat is 1 punt. Een project mag sowieso nooit langer zijn dan 36 maanden. Ja. En als 3e belangrijk punt, sowieso mogen projecten niet langer lopen dan de uiterste datum, zoals vermeld in de programmagids van het jaar van goedkeuring. Dus projecten van 17, maar ik denk niet dat er nog zo lopen van deze groep, die moeten sowieso op 31/8/2020 gedaan zijn. Je krijgt daar ook geen extra budget door, hè. Dat moet duidelijk zijn. Er staat geen extra organizational support, maar ook geen enkel extra budget. Ik zou ook 2 keer nadenken vooraleer je zomaar verlenging vraagt. Ja goed, dat laat dit project verlengen en dan kan je misschien uitgestelde mobiliteit daarop inbrengen. Daar dienen ze ook voor, maar dan heb je ook 2 projecten tegelijk lopen. En dan is het misschien ook qua financiën en dergelijke niet zo overzichtelijk. Zijn over deze 2 punten vragen? Dan kan je ze ook nu in de chat zetten en behandel ik die eerst. Ik heb hier nog geen vragen over ontvangen. Misschien dat ze nog komen momenteel. Oké. Nee, dan stel ik voor dat ik doorga. Ik kan ze nog altijd terug opnemen straks. Hè. Dan ga ik naar de thema's die jullie als deelnemers eigenlijk op voorhand aan ons hadden doorgespeeld. Het eerste daarvan zijn de vragen rond ja, het vereiste bewijs en het documenteren. Hoe zit het daarmee? Eerst en vooral, ik denk dat dat al duidelijk was, ik had in het begin al gezegd, het documenteren van de oorzaak van force majeure is niet nodig, tenzij bij een twijfelgeval. Concreet, je moet daar geen afdruk, geen print screen van de website van Buitenlandse Zaken hebben die aangeeft dat er een reisverbod was. Dat was in het begin nodig, nu niet meer. Tenzij bij twijfel, wat is een twijfelgeval? Wel, stel dat je een mobiliteit klassificeert als de corona force majeure, die eigenlijk naar Frankrijk ging in een periode dat er, voor zover we weten, nog niks aan de hand was, of toch niet heel erg, dan gaan we misschien verder, gaan we jou contacteren om verdere info op te vragen. Maar dus in de normale gang van zaken is het zo dat, ja, wat in de periode viel, in de force majeure periode viel, dat aanvaard wordt als force majeure. Wat moet je wel kunnen voorleggen? Dus als je begint met forfaits of reële kosten in te brengen, waar dat volgens de verblijfsperiode niet aan de orde was, dan doe je dat omdat er niet recupereerbare kosten waren. En je moet kunnen aantonen dat die er waren. Niet hoeveel. Ja, het bedrag, dat is niet relevant. Maar je moet kunnen aantonen dat die er waren. De eenvoudigste, weet ik niet, maar alleszins de meest onweerlegbare, laat ons zeggen, is een verklaring op eer van de deelnemer zelf. We hebben daar een modelletje verspreid. Als een deelnemer echt verklaart op eer van men... verblijf is geannuleerd, maar ik had wel deze en deze kosten. Dat hebben jullie trouwens gebruikt om die kosten terug te betalen aan die persoon. Dus dat bewijs is oké. Nu, in geval van stafmobiliteit hebben we vernomen, dan gebeurt het toch wel vaak dat die stafleden zelf geen kosten gemaakt hebben, dat jullie dat voor hen geregeld hebben, betaald hebben. Dan gaat zo'n verklaring op eer niet direct van toepassing zijn. Dan ga je ongetwijfeld voldoende correspondentie hebben die aantoont dat die kosten niet gerecupereerd konden worden. Ja. Wat in dat geval niet volstaat, is een verklaring op eer van de eigen organisatie. Nog eens, waarom? Die zit eigenlijk al in uw eindverslag. Daar zit al een declaration of honor in.
Dus iets dat dan gewoon datzelfde herhaalt, dat is geen supporting document. Belangrijk, je moet die bewijzen niet standaard mee opladen in de eindrapport, alleen als wij er expliciet om vragen. Goed, dus enkel bij die specifieke controles vragen we die stukken op. Dat is wat gelinkt aan het deelnamebewijsaspect. Dus geregistreerde mobiliteiten, die moet je altijd kunnen aantonen. Dus als daar controle voor komt, dan hebben normaal gezien, dan leveren jullie normaal gezien een certificaat, een certificate of stay, of een in wet vaak een Europass of een ander attest. Of er is een, in het geval van geplande maar niet doorgegaan, dan zou er normaal gezien ook een, in veel gevallen een ondertekend agreement van een of andere aard moeten zijn. Een learning agreement, mobility agreement, grant agreement. Eventueel transcript of records. Als er dat allemaal niet is, het zou kunnen dat een mobiliteit inderdaad lang vooraf gecanceld is. Waarbij een agreement nog belangen niet ondertekend was, maar die persoon of jullie misschien toch al kosten gemaakt hadden. Dan moet je het anders oplossen en dan moet er dus noods gewerkt worden met een verklaring op weer van de deelnemer. Opnieuw niet van de eigen organisatie, want dat bewijst eigenlijk op zich niks. Het zou kunnen wel zijn, ik heb het daar straks bij de vetsector gemerkt, een beslissing, een interne beleidsbeslissing van de universiteit of hogeschool om alle mobiliteiten vanaf of in een bepaalde periode te gaan cancelen, ja, dat is wel zo'n, dat geldt ook wel als een bewijs. Ja. Deelnemersrapporten, ook veel vragen over gehad. Dat is vrij eenvoudig eigenlijk. Geen mobiliteit, dus bijvoorbeeld complete annulatie, geen deelnemersrapport. Al de rest, waar er toch een stukje plaatsgevonden heeft, al is het maar een dag, deelnemersrapport. Dat wordt dan waarschijnlijk maar gedeeltelijk ingevuld. Maar toch moet het ingevuld en ingediend worden. Bij geannuleerde mobiliteiten zal je zien dat daar de status in Mobility Tool van dat rapport NA excluded heeft. Dus dan weet je direct, ah ja, dat is niet uitgestuurd geweest. En dat hoeft ook niet. Dat is door die start- en einddatum hetzelfde te maken. Qua budgetvraag hebben we niet veel gehad, specifiek dan. Wel de vraag, ja, bij annulatie, de persoon is niet gegaan, de kost voor zijn accommodatie was niet van toepassing, geloof ik. Ik ga er het voorbeeldje eventjes bij nemen. Geldt dan de onverwachte kost voor accommodatie in België als meerkost? Nee? En dan zeggen we nee, want uiteindelijk die budgetcategorieën blijven dezelfde en de force majeure uitzonderingen zijn beschreven. Andere, of voor anderen staat er geen budget tegenover. En nu, heel specifiek in dit geval, er kan al een deel gecompenseerd worden. Hè. In die zin, die persoon, de kosten die hij of zij had voor het voor in het buitenland, dus zijn kot of haar kot, dat is weggevallen. Of het kan gecompenseerd worden. Ja, goed. En de kosten hier, ja, die had hij anders in het buitenland gehad. Dus in die zin is dat dan ook misschien niet zo dramatisch. Nog onzekerheid over terugbetaling. Ik kan me inbeelden dat er situaties ontstaan waarbij studenten wel kosten gemaakt hebben en jullie willen die terugbetalen omdat de student afstudeert. Of omdat bijvoorbeeld het eindrapport eraan komt en dan je nog altijd geen zekerheid hebt. Wat dan? Dan hanteren wij de redelijkheid. Dan kunnen ook die kosten ingebracht worden, maar die moeten gedocumenteerd worden. Dus je gaat dan bijvoorbeeld van die student een verklaring op eer hebben. Als je zegt van ja, die studeert af, we gaan dat nooit meer kunnen regelen. Dan moet die student een verklaring op eer indienen, waarbij op dit moment geen enkel vooruitzicht heeft op een terugbetaling binnen een redelijke termijn, bijvoorbeeld. Of als jullie een eindverslag moeten gaan indienen, dan is dat een gelijkaardige verklaring van jullie zelf dan.
van we kunnen eigenlijk niet meer wachten, ons eindrapport moet binnen en we hebben op dit moment geen enkel zicht erop dat die kosten gaan terugbetaald worden. Of je hebt er correspondentie over met diegene die misschien zou moeten recupereren of compenseren. Dan nog een vraag over eindverslaggeving. Wat moet je doen met de eindrapporten? Want er zijn misschien weinig tot zelfs geen mobiliteiten geweest. Ja, je moet sowieso toch een eindrapport indienen tegen het voorziene moment. Of als je contract wordt verlengd tegen het nieuwe moment. En het is belangrijk dat je alles wat wel gebeurd is toch duidelijk toelicht. Voorbereidingsproject, traject, eventuele alternatieven enzovoort. Misschien de aanpak. Hoe heb je eigenlijk... Hoe heb je de zaken aangepakt? Wat is uw beleid geweest rond terugbetaling en wat weet ik allemaal? Dat is misschien toch belangrijk om dat erin te zetten. Nog iets over OLS. Normaal gezien, dus mensen leggen een OLS-test af voor het vertrek en moeten dat ook doen na terugkomst. Als ze nooit vertrekken, is een OLS test niet aan de orde. En zo'n tweede is ook niet aan de orde bij een vervroegde terugkeer. En uiteraard ook niet bij annulatie. Dus die tweede niet verplicht bij annulatie en bij vervroegde terugkeer. Dan nog iets over de komende maanden. En dan gaan we terug naar de Q&A. De huidige maatregelen, zoals ze nu op onze website staan en zoals we ze nu communiceren, die blijven geldig. Tot ze stopgezet worden. Dus dat wil zeggen dat daar de nasleep van de coronacrisis nog mee gecoverd wordt. Eventueel een tweede golf, waarvan we natuurlijk hopen dat die zich niet manifesteert. Maar dus dat de huidige regels gelden tot ze stopgezet of veranderd worden. En zoals je op de website kon lezen, worden ze ook wel wat veranderd. In die zin dat activiteiten die gepland zijn na de zomer, die kunnen virtueel starten. Of als het korte activiteiten zijn, kortdurende, en die kunnen niet uitgesteld worden, dan kunnen die volledig virtueel doorgaan. Maar, tot voor kort zei de commissie, we gaan daar wellicht een lager bedrag voor individual support tegenover zetten. Vrijdag pas hebben ze instructies uitgestuurd waarin staat dat er geen individual support tegenover zou staan, tegenover die virtuele activiteiten. Wel nog altijd organizational support. Dat zou blijven. En helaas moeten we vaststellen dat het niet duidelijk is vanaf wanneer die regel zou ingaan. Dus als u nu vraagt van ja, maar die virtuele activiteiten, tot wanneer krijgen die dan wel een beurs en vanaf wanneer valt die beurs dan weg? Dan kunnen we daar nu helaas, jammer genoeg, niet op antwoorden. Dan moeten we uitsluitsel hebben van de commissie, want zij hebben dat niet eigenlijk expliciet gemeld in hun richtlijnen. Is dat dus vanaf de zomer of tijdens de zomer? Is dat pas vanaf september? Dat is op dit moment onduidelijk. Zodra we het weten, communiceren we dat. Ik weet dat dat heel vervelend is, want dat jullie nu activiteiten plannen voor het najaar, of dat die al gepland zijn, maar op dat punt, daar specifiek over, kunnen we geen uitsluitsel geven. Goed, Q&A. Oké, ik heb hier een paar vragen verzameld van daarnet. Ik zal daar misschien mee beginnen. Eerste instantie, een aantal vragen over het bewijsmateriaal. Dus bijvoorbeeld de verklaringen op eer van de studenten. Daar komt de vraag, wat moeten we doen met enkele studenten die niet reageren? En waar de documenten, onder andere de verklaring op eer, dus ook niet door ingevuld wordt. Moeten we echt streven naar een verklaring van de student zelf? Of mag de instelling in dat geval ook zelf eigenlijk een maken op basis van de gegevens die voorhanden zijn in Mobility Tool? Ja, dat is moeilijk om dat nu zwart-wit te beantwoorden, want dat hangt er vanaf welke soort bewijzen dat je nog hebt. Hè. Stel dat er een controle is en je wil 100% zeker zijn,
dan zou je wel voor dat bewijs moeten kunnen zorgen. Als die andere bewijzen dan niet afdoende zijn, dat kan ik nu niet op antwoorden, want ik weet niet wat dat allemaal gaat zijn. Dan zal die mobiliteit geschrapt worden. En dan is dat nu om met die student te bekijken. Hè, van, dan kan je in theorie de beurs terugvorderen. Hè. Je zou dat ook nu al kunnen doen, zeggen van kijk, sorry, maar uw beurs hangt daarvan af. Ja, per slot van rekening is dat het deal. Hè. Zij wordt van hen verwacht, of je kan van hen verwachten dat zij zo'n verklaring indienen om bepaalde kosten die normaal niet moeten betaald worden, om hen die toch te geven, dan lijkt het mij redelijk om daar op te staan. Hè. Ik zie dat er een verduidelijking binnenkomt. Ik heb het blijkbaar niet volledig correct gelezen. In Mobility Online komen blijkbaar ook nog extra data. En de vraag was dan eigenlijk, kunnen we uit Mobility Online gegevens halen om eigenlijk de verklaring op eer in naam van de student of zo te kunnen... kunnen maken als een student niet antwoordt? Een verklaring op eer in naam van de student, dat zegt eigenlijk niet genoeg. Nee, dat gaan andere dingen moeten zijn. Dat is wat hier staat, iets dat aantoont dat er niet recupereerbare kosten waren. Dat is een verklaring op eer van de deelnemer of andere zaken, correspondentie, weet ik veel. Maar dat is geen verklaring van de organisatie zelf. Nee. Ik heb er ook nog een vraagje gezien over iemand die, denk ik, voor de duidelijkheid even nog iets wil checken. Dus een verklaring op eer van de studenten kan in het geval dat de student verklaart dat er kosten gemaakt zijn die niet recupereerbaar zijn. En een verklaring op eer van de studenten kan ook in het geval dat ze online verder deden. En dat ze niet konden terugkeren door overheidsbeperkingen. Ja, klopt. Okay. Dan zag ik hier ook een aantal keer voorbij komen dat er blijkbaar in Mobility Tool rond de deelnemersrapporten, als er ergens een datum wordt aangepast, dat de studenten toch een enquête gestuurd krijgen. Ik denk dat dat iets is dat we zelf op IT-niveau eens moeten bekijken. Maar waar we dus wel nog naar terugkoppelen als we daar een antwoord over hebben. Ja. Ik krijg hier ook de vraag, indien een mobiliteit niet tijdig geannuleerd is in Mobility Tool, wordt het deelnemersrapport toch verstuurd naar de deelnemers? Hoe moeten we dit aanpakken? Ja, ik snap het niet goed als een niet tijdig geannuleerd... Ja, dus dat volgens Mobility Tool de periode begonnen is, ja, dan gaat er inderdaad een deelnemersrapport verstuurd zijn. Daar is, ja, dat is gewoon zo. Maar dat is dan ook niet erg. Als het echt geannuleerd is, moet er ook geen deelnemersrapport ingevuld worden. Hè? Dat is te gek. En dan laat je dat zo. Dan vul je de mobiliteit voor de rest in Mobility Tool in als geannuleerd. En ja, goed, dan weten we ook, en dat weet iedereen, dat er ook geen deelnemersrapport zal zijn. Hè. Dan moet je dan misschien wel communiceren naar die deelnemer in kwestie. Die zal er waarschijnlijk ook wel vragen, maar dan moet hij het natuurlijk niet invullen. Okay, iemand die op een kleine inconsistentie wijst op de slide. Op de slide hier over deelnemersrapporten staat er een gedeeltelijke mobiliteit daar. Kan het deelnemersrapport ingevuld worden? Wim sprak over moeten. Wat is nu het... Ja, bedankt om dat te melden. Het is wel degelijk, het deelnemersrapport moet ingevuld worden. En eigenlijk, het kan ook gedeeltelijk. Misschien was dat de bedoeling. Dus dat je het toch kan indienen, ook al is het maar gedeeltelijk ingevuld. Maar er moet... Wat ingevuld kan worden, moet ingevuld worden. Ik zie hier ook nog een vraag binnen. Allee, een vraag die daarnet is binnengekomen. Dus in het geval dat de mobiliteit, dat de activiteiten onderbroken zijn, is het niet altijd zo dat de studenten niet terug konden. Soms wouden de studenten in het buitenland blijven.
In dat geval vallen ze niet onder de voorwaarden om de volledige beurs te betalen. In dat geval zouden ze enkel de werkelijke duur krijgen, moet er dan gewerkt worden met interruption days. Ik volgde het voorbeeld tot het laatste zinnetje. Dat die interruption days snap ik niet helemaal. Waarschijnlijk, ah ja, om te zorgen dat ze dat forfait volgens Mobility Tool niet volledig gaan krijgen. Maar ja, hou er rekening mee dat je sowieso, je gaat force majeure aanduiden, dus die business rules worden sowieso opgeschort. Ja, dus de zaak wordt wel berekend, maar je gaat het sowieso moeten aanpassen. Misschien is het handig om dan met interruption days te werken, dat kan ik nu niet direct zeggen. Oké, dan misschien nog een van de laatste vragen. Ook een beetje in verband met bewijslast is er iemand die vraagt de tussentijdse rapportering, dus het interim rapport in februari, waarbij we eigenlijk al een lijst met geplande mobiliteiten hebben meegestuurd. Geldt dit ook als een bewijs dat de mobiliteit effectief gepland was? Lijkt me niet. Ook dan is dat niet meer of niet minder dan een verklaring van de instelling die niet bevestigd wordt door een of ander supporting document. Dus nee, op zich is dat niet voldoende. Oké. Dan zie ik hier nog een vraag in verband met de komende maanden. Indien het land van de bestemming stagiaires wel al toelaat, mogen fysieke mobiliteiten uiteraard wel al plaatsvinden. Om ter bevestiging, denk ik. Ah ja, oké. Okay. Ja, uiteraard. Ja. En dan zie ik hier inderdaad toch een paar vragen binnenkomen over de virtuele mobiliteiten. Bijvoorbeeld de vraag, hoe moeten we dit motiveren bij stafleden en studenten? Ik denk, zoals Wim daarnet zei, dat dat voor ons ook nog een beetje afwachten is naar wat de Europese Commissie daar verder over communiceert. Ja, jammer genoeg en heel vervelend. Het is ook een beetje een koerswijziging. Maar goed, dan moeten we ook wel de modaliteiten daarvan weten natuurlijk. Hè. Er is misschien een mogelijkheid om sommige zaken uit te stellen voorlopig. Maar goed, dat kan ik ook moeilijk, of kunnen wij vanuit EPAS moeilijk een pasklare oplossing voor geven. Dan denk ik dat de meeste vragen beantwoord zijn. En dan zitten we eigenlijk mooi 3 voor 5. Om af te sluiten. Oké, okay, ik wou nog misschien het volgende meegeven. Dus 2 vragen die voorafgesteld zijn en dat we moeten toch wel erbij zeggen rond eindverslaggeving. 2 bezorgdheden. Dus ja, als we gaan kijken naar de deelnemersrapporten en zoals die dan in het eindrapport terechtkomen, dat geeft toch wel, kan potentieel een slechte indruk geven. Of ten tweede, het eindverslag en ook na nieuwjaar het interimverslag, dat heeft zijn effecten. Dat wordt meegerekend bij budgetberekeningen voor de toekomst. Maar er zijn nu zoveel problemen geweest. Dus gaat EPOS wel rekening houden met deze omstandigheden? Ja, uiteraard. Eerlijk gezegd, het hoe precies. Oké, voor het evalueren van een eindverslag is dat iets anders. Dan weten we, er heeft zich van alles voorgedaan. Dus goed, ja, we kunnen daar rekening mee houden. Voor toekomstige budgetberekeningen, dat is ook voor ons nog op dit moment een vraagteken, maar dat we er op een of andere manier moeten rekening mee houden, dat is nogal evident. En op het einde van het jaar, traditioneel, is er dan een bijeenkomst van de instelling in hoger onderwijs. Onze bedoeling is om tegen dan heel duidelijk te kunnen zeggen wat het effect van de interimrapportering op de budgetberekening gaat zijn. Hè. Dat weten wij ook, dat we daar gaan moeten op een of andere manier rekening mee houden. Dus dat gaan we zeker doen. Goed, dan wil ik nog het volgende meegeven.
Uiteraard, uw dossierbeheerder die staat altijd ter beschikking voor vragen. En nogmaals, voor heel specifieke of voor vragen die nu niet beantwoord konden worden en die je dringend vindt, ja, daar kan je altijd uw dossierbeheerder voor contacteren. Maar kijk zeker ook eens eerst naar de EPOS website en de instructies daar. En van daaruit kan je dan naar die website, de tweede hier staan, van, naar de website van de Europese Commissie, om verder na te kijken. Misschien daar nuttig om weten, voor degenen die het nog niet gezien hadden, daar staan ook wel richtlijnen geschreven echt voor en vanuit het standpunt van de individuele deelnemer. Dus bijvoorbeeld de vraag van, ja, ik ben naar het buitenland geweest, ik zit in die en die situatie, heb ik recht op mijn beurs? Daar staat een antwoord dat overeenkomt met wat wij hier geschetst hebben. Dus waar ook in staat, ah, dit heb je zeker, maar dit hangt af van hoe de instelling, hoe uw eigen zendende organisatie daarin beslist. Dus dat is misschien eens nuttig om daar ook gaan naar te kijken als je dat nog niet gedaan hebt. Tips nog verder, goh ja, wacht niet met het invoeren in Mobility Tool. Ons aanvoelen is, voer het al in. Je kan eigenlijk tot aan het eindrapport nog wijzigingen doen. Want als je het allemaal op het einde gaat moeten doen, dan wordt het misschien wel heel onoverzichtelijk. En op het moment dat je je dossierbeheerder contacteert, doe dat even voorbereid. Kijk naar, wat is, beschrijf zo goed mogelijk die situatie. Bij welke van die vier gevallen sluit de situatie aan? En ja, stel ook een precieze vraag, hè. Een bepaald statement kunnen wij vaak niet veel mee aanvangen. Je kan wel iets aftoetsen als je zegt van, ik versta dit zo en zo en zo. Is dat correct? Daar kunnen we mee aan de slag. Maar een vraag als van, hoe doe ik dit? Dat is natuurlijk heel ruim, vooral omdat je vaak keuzemogelijkheden hebt. En die keuze gaan we echt niet voor jou maken. Dat is nu eenmaal de vrijheid die u gegeven is en de verantwoordelijkheid die daarmee samenhangt. Omdat de budgettaire situatie anders is bij iedereen. En omdat ook de situatie waar je mee geconfronteerd wordt qua annulaties en dergelijke ook weer verschillend is. Dan zijn we aan het einde gekomen. We hebben waarschijnlijk niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar we gaan er zo goed mogelijk op terugkomen later. Hè. Dus we gaan die vragen, we hebben ze geregistreerd, we gaan die bekijken en beantwoorden en ook ter beschikking stellen. Ondertussen heb je een korte evaluatie zien verschijnen. De bedoeling is dat je hier heel kort via de chat op antwoordt, terwijl ik verder afrond. De vier mogelijkheden zie je staan, A, B, C of D. Was zo'n webinar waar jij nood aan had en was het ook helder en volledig, dan is het A. Was het misschien waar je nood aan had, maar was het eigenlijk onvoldoende helder of onvolledig, dan is het B. Was de uitleg misschien wel helder en volledig, maar was dit soort webinar eigenlijk niet wat je nodig had, dan is het C. En ja, D is uiteindelijk vrij vanzelfsprekend. Dus zet dat even in de chat. We gaan wellicht een iets steviger bevraging doen later. Die zal ook beknopt zijn, maar iets grondiger. En terwijl jullie dat nog invoeren, rond ik verder af. Dus heb je nog vragen, neem dan contact op met je dossierbeheerder. En ondertussen bedankt aan alle deelnemers. Fijn dat jullie er waren en hopelijk hebben we jullie toch kunnen voorthelpen. Mijn dank ook aan de collega's op de achtergrond, met name Frederik en Melissa voor de ondersteuning. En dan wens ik jullie allemaal nog veel succes met de afronding van jullie nieuwe project. Van jullie huidige project, sorry, en succes met het opstarten van het eventuele nieuwe. En dan hoop ik jullie toch over niet al te lange tijd in het echt terug te zien. Tot ziens. Dag.